zeg maar, ik wilde naar jullie luisteren omdat ik eigenlijk wilde weten wat jullie verder zouden gaan zeggen. Ik vond jullie, de twee uitsmijters vond ik erg leuk, vond hem leuk bedacht en hij kwam leuk over. Alleen, wat ik wel jammer vond is dat er, nou ja, niet veel, maar dat jullie eigenlijk allemaal nog één keer meer jury hadden gezegd, dan kwam het nog net iets meer overtuigender over naar de jury, denk ik. Maar ik denk, jullie hebben het wel allemaal gezegd, dat wel. Maar ik denk al dat je twee keer gezegd, dan was het toch nog net iets meer overtuigender. Maar ik vond jullie onwijs goed. Nee! Nou, jullie zeiden allemaal in het begin van ja, de jury en zo, maar Aldrie sprak niet zo heel vaak de jury aan. Ik vond Philip vet goed staan, dus hij had vet duidelijke en zelfverzekerde stem. En Gabriel gebruikte je handen alleen in het begin een beetje zo. En dat kwam zeg maar heel gesloten over, maar toen je daarna zo ging doen, was het wel veel beter. Ik keek jury goed aan en zo, en ook het publiek. Alleen was in het begin een beetje de draad kwijt, ik weet niet wat er was, maar het was een beetje van En daarna had Laurens een point of information gemaakt en die was best wel, zeg maar, een soort van kleinerend op jou bedoeld, zeg maar. Die was best wel goed. Laat het ook een zelfverzekerde houding zijn. Stem was duidelijk en gebruikte al die goede variatie in je stem, niet zo eentonig of zo. Ja, je spreekt allemaal van. Philip ook? Ja, ik vond het wel. Nou, voor de rest, allemaal vet goed. Daarom zou ik het zelf verzekeren. Was ook grappig en zo. Is er nog. Ik begon een beetje. Ja, hij was daar. Is er nog commentaar? Ja, nu weet ik het. Milad, als je nu niet. Het komt op YouTube, hè? Dit komt op YouTube. Ik vond dat Lara, of heet je Lara? Ja toch? Ik vond Lara heel goed begon. Lana? Ja. Oh, sorry Lana. Lana heel goed begon. Ze had een hele goede inleiding. Hij had de labels duidelijk verteld. Alleen vond ik het een beetje afzwakker daarna. Het was, ja, ik ook nog zoveel te zeggen. Nee, niet bij jou. Niet bij jou, maar gewoon. Ik heb zo een naam. Geen naam. Dus bij Jonathan hoorde ik opeens ook een. Ik weet niet hoeveel argumenten ik hoorde, maar ik hoorde er best wel veel, dus op zich nog. Ik hoorde geen. Ja, hij begon over iets, over een argument, maar het probleem was bij deze groep vond ik dat ik geen zin meer had om te luisteren, omdat het niet pakkend was. En ik hoorde argument, maar ik wist niet wat het, weet je, wat het betekende eigenlijk. En bij Doris vond ik het, ik vond je uitspraak heel leuk. Je moet wel een beetje op je. Maar je moet wel een beetje op je praten. Dat ging heel moeizaam. Je moet niet zo snel zijn, want je kan het wel. En dat zie je heel erg goed aan je, want je staat er heus wel. Maar het komt minder over omdat je bij jezelf aan het nadenken, oh, nu sta ik misschien wel voor lul. Of en, oh, ik ben nu zenuwachtig. En daarom snap je dacht ik juist van, nou, als tegenstander schiet bij, dacht ik van, oh ja, weet je, leuk. En als je aan de voordeel dacht je van, ja, oké, je hoorde wat, maar je dacht, oké. Ja, klopt. Dat heb je zelf ook wel door, want je hebt echt zoiets. Wat ben ik aan het zeggen? Ja, maar wij wel, als het ware wel overtuigend staat, maar je ziet aan jou dat je denkt dat je het niet kan, als het ware. Snap je? Je staat er toch zelf tegen, maar toch zie je ook dat je bang bent. En dat is zonde, want je kan het wel, snap je bedoel? Ja. Dus dan slakt het voor jezelf af terwijl je daar hartstikke goed staat. Ja. Dus dat zou ik gewoon ook nog oefenen. Want Lana, je moet denk ik wel iets of iets sneller, ja. Iets sneller of iets waar ietsje kortere inleiding. Kortere inleiding zou beter zijn. Want voor mij heb je iets te lange inleiding om daar te nemen. Nou, als je bij een tv gaat werken, dan kan het nog. Je hebt er talent voor. Je merkte wat ze dat wilden doen. Ja. En bij hun is dat wel gelukkig. Maar Hebben jullie nog commentaar, dames? Nou, vertel je feedback, man. Je hebt nog 50 seconden. Het was heel duidelijk. Nou, Lana had goed problemen aangegeven. Stelde goede vragen. Gaf een duidelijkheid aan. Jonathan, hij ging niet zo heel goed. Stotterde een beetje veel. Hij sprak zichzelf nog even tegen. En hij zegt zeg maar ons idee. Terwijl niet echt een idee, het is meer het idee. Door het samenvatten. Ja? Dat was het. Meneer Van der Boogaard, heeft u nog commentaar op dergelijke of feedback? Misschien dat we bepaalde verbeteringen kunnen aanpassen? Nou, ik moet zeggen, ik heb niet heel veel opgeschreven, maar ik heb wel goed opgelet. Ik vind wel dat zij sterker waren. Ja? Vooral duidelijke praten ligt het aan. En we hebben natuurlijk een super camera, man. Ja. Het is heel vervelend. Dat is gewoon niet. Je mag naar de bel. Nona says hi.
Maar het is gewoon duidelijk van, je hebt altijd door. Weet je, moet je ja, dat is nu 10 minuten, dat is gewoon, ja, wel een rij. Hij speelt niet. Dit is wel, ik ga gewoon, nu bent erbij gaan zitten, zo je hele brandje erbij gaat, dat je steeds wat gebeuren. Ja, ik vond vooral, ik vond vooral de heren heel sterk. Nee. Ze praten heel duidelijk, vooral de nummer 2. Wie was nummer 2? Owens. Ze praten heel duidelijk Nederlands, heel ABN, vond ik het. Meneer kwam ook heel goed erop terug, goed samengevat. Kwam alleen met die informatie, dat is wel jammer. En meneer stond de hele tijd voor, achter, net leek net een dan. Voor deze mag met de nieuwe informatie. En wat over de voorstanders? En meneer over de derde. Voorstander? Een voorstander is goed afgesloten, nummer 3. Sloot heel goed af.